Sven Verbeek. Hey, wat leuk man, dat jij lekker eventjes in mijn keuken komt kijken. Ja, dat is, ik ben benieuwd. Hey, we gaan lekker samen koken. Ja. Kan jij met je koken? Ja, ik zelf eigenlijk niet echt, eerlijk gezegd. Meestal doet mijn vriendin het als we thuis zijn. Ja. En als het er niet is, dan ga ik toch maar snel weer naar mijn moeder toe. Jij wilde met mij een lekker stamppotje gaan maken, boerenkool. Vind jij het moeilijk als topsporter om met voeding op een gezonde manier om te gaan? Ik denk dat ik dat bij het begin wel een beetje had. Mm-hmm. Omdat dan heb je nog niet echt heel veel inzicht hoe belangrijk het is om, om gezond te eten en de juiste stoffen binnen te krijgen. Mm-hmm. Maar naarmate de tijd heb ik op een gegeven moment een diëtist in handen genomen thuis. Ja. En die heeft me daar heel erg goed bij geholpen. Hey, lekker balletje, dat ziet er goed uit. Ja? Ja. Ik kan heus wel wat. Ja. Nou, misschien ga je het vaker doen thuis. Misschien dat is ook een beetje inspiratie hebben we daar. Dat je het wel bij je opgepakt en dat je iets mee gaat doen. Ik kan niet zeggen dat ik dit gedaan heb thuis. Dat begrijp jij wel. Hey Sven, de jeugd doorgebroken bij Feyenoord. Ja, inderdaad. En je 2013 je eerste contact getekend. Yes. Wat is je ambitie? Ambitie is om eerst maar eens te focussen op de club zelf. Mm-hmm. En een heel jaar lang vol in de basis te staan. Ik heb ook wat tegenslagen gehad met blessures. Je hebt kokosolie op het menu gezet. Okay. Daar moest je in gaan braden. Ik denk, dat is wel een serieuze noot. Een beetje uitdaging voor jou gemaakt. Een beetje uitdaging voor jou. Komt die uit jezelf of heeft die ergens Nee, komt vanuit mezelf. Meen je niet? Nee. Ik wil niet zeggen, dat gaan we doorvragen. Hè? Dan moet ik wel weten waarom deze beter is dan gewoon olie. Ja. En het is wel gezond. Wat is jouw lievelingsgerecht? Ja, dat kan alleen mijn moeder, denk ik. Ja, wat is dat? Mijn moeder's lasagne vind ik heerlijk. Ja? Ja. Dat is natuurlijk wel mooi spullen, hè? Ja, en dat is belangrijk, hè? De presentatie ook, hè? Ja. Mm-hmm. Kijk eens. Mm-hmm. Op een bepaalde manier doe je dat, hè? Ja. Ik zou zeggen, joh, ik vind het een compliment waard hoe je het voor elkaar hebt gekregen. Want het ging toch best soepel. Je kookt niet veel, maar als je dan kijkt hoe je het dan gedaan hebt. Ja. Ja, reuze bedankt, jongen. Ja, jij ook. Is makkelijk. Best lekker balletje. Nog een appie. Nou, hier kijk ik mee.